BMV Groep, de groep achter BMV-verzekeringen, Vivium en Arkes, maakte een digitale transformatie door en schakelde over op de New Way of Working. Ja, de New Way of Working is eigenlijk gekomen omdat we hier in Brussel op korte afstand een drietal gebouwen hebben. We konden eigenlijk naar twee gebouwen opschuiven op voorwaarde dat de mensen een beetje meer konden thuiswerken, dus compacter zitten, ook op een open workspace eigenlijk, dus dat ze vrij kunnen plaatsnemen waar ze wensen. Een onderneming die evolueert naar de New Way of Working heeft ook nood aan een modern en performant IT-netwerk. Wat er hier vroeger aanwezig was, was eigenlijk een verouderd netwerk die redelijk traag werkte. Alles was bekabeld, dus de vraag kwam toch van de mensen om meer en meer met hun mobiele toestellen ook hun telefoon te kunnen werken, terwijl dat eigenlijk onmogelijk was. Mensen moesten vast blijven zitten op hun werkplek. Daarvoor klopt de PMV-groep aan bij Proximus. Avec une étude avec le personnel de PNV, on a regardé quels étaient les besoins, quelles étaient les évolutions possibles dont ils auront besoin dans le futur. Et on a proposé aussi bien de la fibre pour connecter les différents sites et les nouveaux équipements qui permettent d'évoluer avec la demande du client quasiment à l'infini. On n'a pas simplement interconnecté les sites avec de la fibre, mais on a également équipé les différents bâtiments avec du réseau Wi-Fi. On a également fourni tout ce qu'on appelle voice, fixe et mobile. Et on fait également le management des smartphones du client. De switch van het oude naar het nieuwe netwerk gebeurde naadloos tijdens een weekend. Het nieuwe systeem wordt door de medewerkers van PMV Groep enthousiast onthaald. C'est une des valeurs ajoutées du nouveau concept New Way of Working. Donc à présent, nous pouvons travailler jusqu'à deux jours semaine depuis la maison. En bénéficiant d'une connexion et d'un accès au serveur, comme si nous étions au bureau, en fait. Het nieuwe netwerk is bovendien ook klaar voor de toekomst. Oui, la combinaison de la fibre qui permet la vitesse entre les sites et les nouveaux équipements permettent pour le client d'évoluer comme il le veut, avec tous ces différents devices qui peuvent se connecter sans problème aux réseaux locaux. Effectief, een netwerk is zodanig belangrijk, dat is eigenlijk de basis van alles. Dus dat moet altijd draaien, dat moet ook transparant zijn voor de mensen. En als er dan al eens iets scheelt, moet dat eigenlijk opgevangen worden en moeten we ook direct support hebben, wat we toch in dit geval altijd krijgen. Proximus, think possible.